5-jarige Tom heeft sinds gisteravond nog maar één idool. Max Verstappen. Ja, en wil je net zo goed worden als hij? De eerste stap is gezet. Hij krijgt deze kaart van zijn ouders. Kost een eurotje of 1000 en toch is Tom niet de enige. Nou, normaal verkopen we 50 karts per jaar. Maar sinds gisteren, nou, dat hij natuurlijk gewonnen heeft, hebben we er al 15 verkocht. Dus in één klap 15 bestellingen? Ja. Voordat Verstappen in een echte bolide klom, won hij alles op de kartbaan. De jonge talenten hier nemen dit gerace dus bloedserieus. Het is ook niet een hobby voor mij. Nee? Wat is het dan? Een sport. En je wilt net zo goed worden als? Max Verstappen. En jij? Ook als Max Verstappen. Iedereen wordt aangestoken. En de Max-factor merken ze niet alleen hier, maar ook hier. Max Verstappen is goed en verkoopt goed. Maar na zo'n dag als gisteren barsten bij ons de voeg eruit. En dan doe je niet de dubbele, niet de driedubbele, maar gewoon factor 10 van normaal. Dus niet meer normaal hoeveel bestellingen dat we inmiddels binnen hebben. En hoe heerlijk nuchter zit onze nieuwe nationale held er vandaag zelf bij op zijn vlog. Speciaal, heel mooi. En natuurlijk ook in Nederlands volkslied was natuurlijk heel speciaal op te horen. Dus iedereen bedankt en hopelijk... Het begon dus allemaal in de kart, ook hier in Lelystad, waar Max op zijn vierde al rondreed. Ja, dat is altijd grappig om te zien, want de helm is dan vaak zwaarder dan dat ze kunnen tillen, dus dat is leuk om te zien. Leuk, maar als je zo goed als Max wilt worden, is het lang trainen elke week. Hopelijk 20 uur. Echt waar, joh? En dan word jij gewoon de nieuwe Max? Ja. Wereld, wees gewaarschuwd, Max inspireert een nieuwe generatie.